zeker dan. We zijn er, ze zijn gearriveerd. Broer en vader. En we gaan een gezellige dagenvaart zo. Jezus Christus. Ik word een Valencia. Ik heb hem al. Valencia. Nou, dus, Het is zondagochtend. En super gezellig. Tijd voor een Daro-shot tegen de hoofdpijn. Dit is onze lifesaver. Oh, we hebben iets te veel Agua de Valencia gisteren gedronken. En we hebben straks een webinar. En we hebben straks een live webinar, ja. Dus het is, ik hoop dat mijn stemmetje een beetje zo lekker door het webinar dat het leuk is. Welkom bij het webinar. Ah ja, we doen het gewoon. We gaan even lekker ontbijten en dan naar ready. Zo, wij zitten in de taxi weer onderweg naar het centrum. Wat ben jij aan het doen, schat? Ik zit in de community. Je bent aan het werken. Ik ben aan het werken. Even je snel tussendoor in de taxi om even wat vragen te beantwoorden. Ja. We hebben vanochtend een webinar gegeven. En we zijn dus nu onderweg in de taxi weer lekker naar het centrum. Ja. We gaan even lekker lunchen. Menu del dia gaan we eten. Al heel zin in. Lekker terras op. En de zon schijnt, dus let's go. Yes. Nou, we zijn aangekomen in het centrum. Oh, het is hier zo leuk ook. Ja. Heb je hier gezien al? Hier heb je een hele mooie burg. En hier moet mijn vader dus ergens al op het terras zitten. Ja, en we zijn dus, we hebben net het webinar gegeven. Ja. En we zijn alweer een beetje aan het bijkomen. Vanavond ook nog één. Ja. Gisteren hadden we natuurlijk een drankje gedronken. Dus dat zijn we nu, ben alweer een beetje nuchter aan het worden. Ja. We gaan hier eens even kijken of de rest van de family nog in leven is. Ja. We gaan het even checken. We zitten dus bij dat Plaza Virgin. Oh, dus toch. Oh, dan hebben we de taxi erin kunnen nemen. Ja, we hebben de taxi hier naartoe gepakt. Nou ja. Zorg maar 5-6 minuutjes lopen of zo. Dat valt mee. We wachten hier op jullie. Dan gaan we die kant op. Let's go. Nou, daar zitten ze dan. Wat een herrie. Je hoort ons waarschijnlijk niet. Nee. Ja. Even wachten op het restaurant. Een uur. We moeten er een uur wachten. We mogen er nog niet in. Nou ja, we zitten wel in het zonnetje. Lekker, eventjes eten. Heerlijk. We hebben echt een uur gewacht op deze tafel. Dus, en nu lekker het tasting. Nu is het hele terras bijna leeg. We hebben eindelijk. Zo, even tijd voor bubbels, hè? Lekker. Om te vieren dat jullie hier gezellig zijn. Hoe vind je het op Valencia? Ja, heel gezellig. Ja? Mooie stad. Vind je het gezellig? Ja, heel mooie gezellig. Stad. Mooie stad. Je kan overal eten, overal terrassen. Overal terrassen. Eten in het weer is fantastisch. Weer is ook lekker. Ja, kijk, het is lekker weer buiten. We gaan straks lekker op het terrasje zitten. Het is 33 graden. Ja, het is echt. Het zou zomaar kunnen. Hier, ik geloof je niet. Ah, het is wel echt warmer buiten vanavond. Hier, moet je kijken, hier. Oh joh, je hebt een foto gemaakt. Ja, we geloven het. Echt 33 graden vandaag. Top, hè? Ja, je zegt Pauline, jezus. Wat Pauline zegt, wat een temperatuur. Zo. Lekker, schat. Dat heb jij goed geregeld. Ja, toch? Cheers. Cheers, Padre. Cheers. We zitten echt alleen maar weer te eten, hè, jongens. Te eten, te drinken. Te drinken, te eten. Alles is alweer op. Maar alles is gewoon op. Nou. En wat heb jij daar nog, Koen? Sangria. Cheers, jongens. Cheers. Poeh. Ik weet dat die Bart heet, maar ik zit op een andere planeet. Wie moest dat? Ben je klaar? Zoveel gewerkt. Zoveel webinars gegeven. Ja. Het is zoals dit. Ja. Klaar. Klaar. Mijn bed. Mijn bed. Af te haaien. Geen pret. Geen pret. Bed. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. We staan zo. Hier vroeg. Hoe laat is het? 10 uur? Ja. En we hebben drukke dagen achter de rug. Hele drukke dagen. Hele gezellige, drukke dagen gehad. Maar vandaag is het ook weer tijd voor iets bijzonders. Want hier in Valencia hebben ze een hele
goede fertiliteitskliniek, hè? Daar hadden we al onderzoek naar gedaan in Mexico. Ja, ja, en toevallig zitten we onderhoek. We zitten echt super dichtbij en we worden toch iedere keer een jaartje ouder. Ja. Dus we moeten toch eens even kijken even hoe kijken. Het ervoor staat met de eggs. We gaan een eierentest doen. Ja, een eieronderzoek doen. Ja. Kijken hoe het ervoor staat. Ik ben nu 35, bijna 36. Ja. Dus ja, we moeten toch eens even de realiteit onder ogen gaan zien en kijken hoe het ervoor staat. Ja, gaan we doen. Nou, misschien wel even goed om nog even te vertellen over hoe het ging met het onderzoek. Het was wat, hè? Het was wel even een dingetje. Ik vond het best wel intens. Ja, het is, ja, het was ook, de kliniek was ook wel, je beseft je toch heel erg dat daar heel veel mensen rondlopen die ook moeite hebben natuurlijk met zwanger. Ja, het zag er wel echt super pro uit en het was heel professioneel allemaal. Ja. En netjes en goed. En het was niet het gevoel van, nee, er klopt iets niet hier. Het was echt een goede En een hele goede arts ook, die ons hielp en heel veel informatie gegeven. Ja, hele fijne gast, En ze deden wat onderzoekjes bij mij. Ik heb een inwendige echo gehad, waarin ze dus eigenlijk heel grappig laten zien ernaast. Hoeveel eitjes je hebt dan, hè? Nou, ik had 10 eitjes deze maand. Ja. En dat blijkt voor mijn leeftijd heel normaal. Goed te zijn, gemiddeld goed te zijn. Dus ik ben goed vruchtbaar. Ja. En ze hebben ook nog een bloedonderzoek gedaan. Ook nog, daar kun jij wat minder goed tegen altijd. Nee, ik mocht niet mee. Was er niet bij. Ik mocht niet mee. Even bloed prikken, dat is natuurlijk zo gepiept. Ja. En daar worden de AMH-waardes gemeten. En dat geeft dan ook aan hoe vruchtbaar je bent. Nou, dat was ook goed gelukkig. Die uitslag kregen we de volgende dag. Dus ja, eigenlijk is het wel heel goed nieuws dat het allemaal goed zit. Het had inderdaad natuurlijk ook heel anders kunnen zijn. Dus dat, er komen natuurlijk ook mensen daar naar buiten met niet zo'n goed nieuws. Ja, dus dat was echt wel heel fijn om te weten. Maar het zet je ook best wel aan het denken. Ja. Want je beseft toch dat je ouder wordt. Als vrouw natuurlijk ook, dat het steeds lastiger is. Hij tekende ook een grafiekje waarin je echt... Ja, het was een soort dalende koers was het. Hij zei, je zit nu hier en dan straks zit je hier. Ja dus tussen je 35ste en je 38ste dropt het heel erg. Hè? Ja. En na je 38ste tot je 40ste eigenlijk heel... Nee, het was ook wel echt. Kijk, ze verkopen natuurlijk daar. Het is natuurlijk hun businessmodel. Maar het is wel zoals het is ook. Ja, het is wel wat het is. En dat moet je wel beseffen natuurlijk als je wat ouder wordt. Zoals ik word, helaas. Jij gelukkig. Hebt nog de mazzel. En als man heb je sowieso de mazzel dat het wat langer allemaal werkt. Ja, nou weet je, het is toch wel een ding als vrouw. Ja. Je zou gewoon willen dat je daar niet over hoeft na te denken. Maar het moet wel. Ja. En we hebben het al een tijdje voor ons uitgesproken, een beetje. Ja, toch wel een jaartje voor ons uitgesproken. Ja. Nu wordt het toch wel serieus om daarover na te denken. Ja, dus we gaan eens even wat denkwerk doen. Ga ik mijn eitje laten invriezen? Het is toch ook nog wel een kostenplaatje. Ik vond het, dat, maar ook wel heftig. Want je moet dus onder narcose. Ja, punctie. Je moet dus punctie. Het kan ook mislukken, dat het niet lukt, dat je nog een keer moet. En niet alleen de kosten, maar het is niet even, ik neem een pilletje en het is gefixt. Nee, het is best wel intens. Dus je moet er wel over nadenken of je dat natuurlijk wil. Ja. Maar het zou wel natuurlijk wel de mogelijkheid geven om nog wat meer tijd te hebben samen. En, maar je moet ook rekening mee houden dat het natuurlijk terug moet worden geplaatst. Dus het kost ook weer geld, ook weer een operatie. Ja, gaat ook niet zomaar even. Dus ja, we moeten alles laten bezinken, gewoon denk ik. Ja. Ja, dat is denk ik het belangrijkste. Of we moeten weer aan de baby's beginnen. Nou, let's go. Zo, wij zijn er klaar voor. En schat, laat die mooie nieuwe jas van je zien. Ja, mooi hè? We hadden laatst al even shoppen. Ja. En toen, kijk eens aan. Louis Vuitton. Nee, gewoon Mango. Mango jasje, hè? Ja. Maar, het ziet er echt goed uit. En goed, een nieuwe blouse. Ook en een nieuwe broek, hè? Nieuwe broek. Hoppatee. Ja. En schoenen gaan we morgen nog shoppen. We zijn laatst al moeten shoppen en je bent geslaagd. Zeker. Nou, zitten we dan? Zitten we dan? Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Het ziet er heel lekker uit. Ja, het ziet er wel echt in een licht. Ja, we zitten hier vol in het licht. Je hebt me toch gevraagd of het uit kon? Ja, doen ze dimmen. Niet. Nee, dimmen. Het is zo anders in Spanje. Maar we gaan even lekker proberen. Ja, het ziet er heel lekker uit. Dit zijn de snacks alleen al, hè? Amuses. Zo, schat, dat was lekker, hè? Heerlijk. We zitten weer in de taxi naar huis. Zo. Het is 00:30 en we zijn een beetje gaar, maar we hebben echt zo lekker gegeten. Volgens mij hebben we 11 gangen gegeten. Oh, mijn zo. God. Het was zoveel. Oh, en zo lekker. We hebben nog een extra kaasgangetje bij gedaan. Maar we hadden al 10 gangen en toen hebben we nog een extra gang besteld.
Ja, maar het waren niet hele grote porties. Maar we nee, maar vol. Als je alles in één keer op tafel had gezet, dan was je hier rot gestroken. Giga. Maar het was echt super lekker. Ik zie helemaal niks. En die, zie je niks? Ik heb mijn bril geslaan door de kap. En die, die chef die het dessert maakte. Ja, dat was, die... dat was wel grappig. Ja, de desserts waren gewoon het allerbeste. Dat is niet normaal. Super goed. Als die man alleen in de keuken staat, dan komt er echt een Michelinster te pas. Ja. Dat was zo goed. We dachten echt, nou, nog een paar dessertjes of nog een dessertje erbij. Nou, het was niet normaal goed. Ja, 15 echt bizar. Super lekker. Nou, lekker in de taxi naar huis en dan lekker in bed inploffen. Ja. Maar we hebben echt ook mooie plannen gemaakt hè, voor volgend jaar. Ja. Oh, er komen zoveel toffe dingen aan. Super cool. Ja. Bedankt voor het kijken van deze video. Vond je het een leuke video? Doe nou een duimpje omhoog. En abonneer je op dit kanaal. Bye!